Op zondag 10 december, terwijl Nederland onder een sneeuwdek lag, hield carnavalsvereniging De Krulsterten uit de Mortel in Emmenvaderspank hun prinsenreceptie. Jeugdprins Jot de Nuurste en jeugdprinses Suze de Nuurste hadden heel wat handen te schudden. Prins Ronald II met zijn prinses Meike kwamen handen tekort. Veel carnavalsverenigingen uit de buurt gaven acte de présence. En onder muzikale begeleiding ging het feest nog lang door.